Edwin de Graaf, hoe heb je deze wedstrijd beleefd op de bank? Nou, natuurlijk mooi, hè? Een mooie avond omdat we voor het eerst weer erbij zijn dat ik een wedstrijd kan coachen in deze competitie. En dat we hem ook nog winnend afsluiten. Dat is natuurlijk voor mij eigenlijk een topavond. Ja, de doelstelling van Roda, ja, die is duidelijk. Dat heb je al een keer aangegeven. De play-offs halen en je staat weer op een play-off plaats. Ja, nou, daar zijn we natuurlijk hartstikke blij mee. En wat ik heb net ook tegen die jongens gezegd, hè, het is ook lekker dat je natuurlijk twee wedstrijden achter elkaar nu wint. Dat doet ook wat met het vertrouwen. En vanuit je hier denk ik dat we gewoon goed voort kunnen beduren op een mooie seizoen. Ik denk dat je toch nog verbeterpunten hebt gezien vanavond, of? Nee, natuurlijk. Ik vond dat we, en daar hadden ze dan van tevoren wel voor gewaarschuwd. Dat je weet dat Dordrecht heel compact bij elkaar speelt, dus je veel het spel moet maken. Maar dan moet je natuurlijk wel zuinig zijn aan de bal. Zeker in de eerste helft, na de eerste fase, vond ik dat we heel slordig waren. Dat we hem snel verloren en dat we elke keer tegen een counter aanliepen. Dat we natuurlijk gevaarlijk werden. Dat hebben we de rust ook aangegeven. Je ziet dat we de tweede helft hebben dat een stuk beter gedaan. We konden ook de druk terecht ophouden als we de bal verloren. En dan zie je ook dat je je tegenstander zo onder druk zet dat ze er eigenlijk niet meer echt uitkomen. En dan creëer je wat kansen en gelukkig maak je hem uiteindelijk... Een magistraal doelpunt. Ja, schitterende goal. Schitterende goal. Je zag al dat we daarvoor al een paar kansen hadden en dat hij dan net niet goed valt. Dus dan hoop je natuurlijk, ja, het moet ook weer niet te lang duren. En dan uiteindelijk valt hij. En dan vind ik dat we daarna ook als collectief met elkaar echt wel de overwinning over de streep hebben getrokken. Ik denk ook dat het veel zelfvertrouwen geeft voor zover aanstaande maandag tegen koploper PEC Zwolle. Nou zeker. Kijk, ik heb ook tegen die jongens gezegd, hè, dus voor maandag was het een tijdje geleden dat ze gewonnen hadden. Nu winnen we twee keer in één week. En natuurlijk zijn er genoeg verbeterpunten, maar het is altijd lekker dat je natuurlijk wint en dat je dan snel weer door kan naar een volgende wedstrijd. Ja, er zijn een aantal wedstrijden in 10 dagen. Nou ja, eerst maandag natuurlijk belangrijk, hè, voor ons om van Zwolle te kijken wat we daar kunnen doen. En dan komt de derby tegen MVV eraan. Ja, dat zijn voor een voetballer natuurlijk alleen maar mooie wedstrijden om te spelen. Ja, die heb je nog niet meegemaakt. Tenminste, tegen MVV. Nee, niet deze derby, nee. Dus ik ben heel benieuwd. Ik heb natuurlijk veel verhalen erover gehoord. Maar goed, wij kijken eerst naar de eerste volgende wedstrijd, dat is natuurlijk PEC Zwolle. Maar goed, het is ook heerlijk dat die wedstrijden eraan komen. Een mooie week geweest de afgelopen week? Ja, ik moet zeggen dat ik natuurlijk woensdag voor het eerst binnenkwam. Woensdag, donderdag kunnen trainen. Nou ja, vandaag dan de eerste wedstrijd. Dus ik denk dat het begin goed is. Maar goed, we zijn echt net begonnen. Dus we kunnen denk ik nog grote stappen maken binnen de groep en binnen onze speelwijze. Maar het is altijd lekker als je net binnenkomt en je hebt gelijk de eerste overwinning binnen.